Per jaar komen er een tal van blockbuster games uit. Maar ook de kleinere titels moeten we niet vergeten. Deze door onafhankelijke studio's gemaakte spellen staan in deze de 10 centraal. De Pixel Junk serie van Q Games loopt alweer even mee. Het vierde deel, Pixel Junk Shooter, vinden we terug op de 10e plaats. Hierin moet je samen met een vriend een groep wetenschappers redden die ondergronds vast zijn komen te zitten. Een huisje van brokjes bouwen en je s'avonds beschermen tegen monsters kennen we natuurlijk van een hele succesvolle indie game. Maar ook in Terraria staat dit concept centraal. Het grote verschil is dat deze game op de 9e plaats alles in 2D doet. Het zal je maar overkomen dat je moeder jou opoffert om haar geloof in God te bewijzen. Dat laat de kleine Isaac maar niet gebeuren, want hij vlucht de kelder in en vecht daar tegen tal van monsters om zijn leven te redden. Dit vreemde verhaal komen we tegen in The Binding of Isaac op de 8e positie. Zelden is een titel zo duidelijk als Orcs Must Die. Deze game draait maar om één ding, het afslachten van orcs met je zwaard, boog en tal van vallen. En dat is gelukt, want deze titel vinden we terug op de 7e plek. Amnesia The Dark Descent wordt door velen als het engste game ooit beschouwd. Of dat zo is, daar moet je zelf achter komen. Dat veel gamers zich ermee hebben vermaakt mag duidelijk zijn, want Amnesia neemt in deze lijst de 6e plaats in. Toffe muziek, keide actie en een hoge moeilijkheidsgraad. Dat omschrijft Hotline Miami in een notendop. In deze bizarre game ga je op pad om tal van mensen af te slachten. Waarom? Niemand die het weet, maar dat het een goede game oplevert staat vast. Zoek 4 ridders bij elkaar en laat ze losgaan op grote groepen monsters. Dat staat garant voor een heleboel plezier. Het is dan ook niet gek dat de 2D game Castle Crashers in deze lijst op de 4e plaats staat. Wanneer je alleen in het donker bos rondloopt, wil je niet dat er een mysterieuze lange man achter je aan zit. Dit is echter wel het geval in Slender, waarin je op zoek gaat naar 8 stukken papier die in het bos verborgen zijn. Het levert de engste ervaring van 2012 op. Ook in de titel op de 2e plaats ben je alleen en loop je door mysterieuze omgevingen. Je zusje is namelijk vermist en jij moet haar gaan vinden. Dit gaat echter niet zomaar, want tal van gevaren liggen op de loer. Limbo is de titel die bijna de winnaar van deze de 10 werd. De nummer 1 zal geen grote verrassing zijn. Al sinds jaar en dag bouwen miljoenen gamers de meest prachtige bouwwerken met blokjes in Minecraft. Sinds dit jaar kan dat ook op de Xbox 360, wat de meest succesvolle Xbox Live Arcade game ooit opleverde. Minecraft staat daarom terecht op de toppositie in deze de 10. Dig in Minecraft style.